Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Disney Infinity. Leuk dat je er weer bent en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Disney aflevering. Want we zijn met Sully in Monsters Universiteit. En we gaan ervoor zorgen dat onze school beter rockt dan die stomme TU Angstschool of wat dan ook. En daardoor gaan we missies doen in deze omgeving. En wat we allemaal moeten doen is eigenlijk dubbel op voor mij, want jullie weten het inmiddels al. Ja, ik was zo stom om het spel niet op te slaan. Dus wat ik nu eigenlijk gelijk ga doen, omdat ik dat nog niet eerder heb gedaan, is het spel opslaan voordat er weer gezeik komt en voordat mijn save data weer helemaal verprutst wordt. Ik was serieus 3 uur bezig aan deze game met verzamelen, met uitzoeken. Maar ja, nu weet ik wel een beetje hoe de missies gaan, dus dat is dan ook wel weer een voordeel. En mijn poppetje is nog steeds hetzelfde level gebleven dan dat het eerste was, dus dat is mooi. We gaan hier naar boven toe en hoe we dat gaan doen is als volgt. Zoals de geest laat zien, moet je dus verschillende keren op A klikken, zodat je dus de muurbeklimming kan doen. We gaan om het gebouw heen en daar zit waarschijnlijk, moeten we de bril uitvoeren voor dit. Deze soort van monstertjes. De TU-angst monstertjes zijn het, geloof ik. En bovenop zit dus een mannetje die ons de missie geeft. Hallo meneer, wat moeten wij doen met deze paal? Oh, dat ziet ernaar uit. Hé, hey, hallo medestudent van de MU. Luister, kan je op deze vlaggenstok klimmen en de vlag uithangen die ik gemaakt heb? Ja, ik kan niet wachten tot de TU-angst deze verrassing ziet. Nee, dat snap ik inderdaad. Voordat we dat gaan doen, is eventjes op dit soort balkje gaan grinden, om het zo te noemen. En dan pak ik gelijk deze vlag. Die pak ik er gelijk bij. En oké, we pakken dat dopje er ook gelijk bij. We hebben dat ook gehad. Zo, ik wil nog niet te veel gaan verzamelen in deze map. Want ik weet dat ik eerst die andere map alles moet gaan verzamelen. Maar dat komt dan later wel. We gaan de mas beklimmen. Dat doen we dus gewoon als volgt. We klimmen omhoog. En vervolgens MU Rocks. Yeah! Dat bedoel ik met MU Rocks. 125 tegen 95. We hebben dus hun verslagen al met de score, maar dat kan nog meer. Want wat? Wat is er? Sorry, ik moet gaan. Oké. Hij moet ineens gaan. Oké, nou dat klinkt niet goed. Dat klinkt heel erg verward. We gaan naar de volgende missie. Die staat hier van het rode mannetje. Lijkt net een duiveltje. Wat is er aan de hand, jongen? Ik hoor dat jij zo'n goede vlaggen wapperaar bent. Nou, zelfs als dat niet zo is, dan heb ik toch je hulp nodig. Ik heb een paar vlaggenstokken neergezet. En nu moet jij ze beklimmen voor me en de verrassing onthullen. Nou, ik weet stiekem al wat die verrassing is. Maar ik wil zeker wel weten helpen met het feit dat we die vlaggen gaan hangen. En we moeten weer gaan uitkijken, want er zitten weer van die gasten die me weer kunnen opsluiten. Weet je wel, dat is vorige keer. Van die beveiligers zitten er ook weer. Dus ik moet daar heel erg voor uit gaan kijken. Volgens mij zat daar een beveiliger. Oh, chips. We gaan er heel langzaam langs. Hij mag me niet zien of horen. En wat ik ga doen is springen. Zonder dat hij me hoort. Het gaat goed, het gaat goed. Er gebeurt ook helemaal niks nog. Dat is heel mooi. Ik pak deze dop op. Want die doppen moeten we ook verzamelen. En we gaan nog hoger klimmen. Want we zijn er nog niet. Maar ik ben bang dat die vent die daar stond, dat hij dadelijk achter me aan gaat rennen, weet je wel? Net als vorige keer. Ik klim hierop. En dan hoop ik dat we... Kunnen we hierop klimmen? Ik denk het toch wel. Ja, kijk eens jongens. En meisjes. Dames en peertjes. We gaan verder klimmen en dan kunnen we die vlag pakken die hier zit. En dan gaan we naar de volgende aan de overkant. Want daar zit waarschijnlijk de tweede vlag die we moeten gaan openen. En die zit daar bovenop. En we moeten dus ervoor zorgen dat we weer het gebouw kunnen beklimmen. Ik zie hier wel van die schuifluikjes, hier van die zijkantjes. We kunnen hier boven komen, niet helemaal boven. Maar wel een gedeelte. Kunnen we hier nog verder? Nee, we kunnen daar niks op doen. Nou goed, dan houdt het op. Dan gaan we verder kijken. Misschien kunnen we via deze zijkant. Ja, dat was hem. Ik kan er nog vaag herinneren dat ik hier verder kon komen. Nu kunnen we helemaal omhoog. En daar zit zo'n beveiligd mannetje. Nou, ik kan niet helemaal omhoog, maar wel bijna. In ieder geval. Dat is positief. Ik pak dat balletje op. En dan gaan we verder naar de zijkant. En daar kunnen wij, als dat goed is, verder komen hier. Maar wacht eens even, daar zit toch zo'n balletje? Zat er zo'n balletje? Daar zit zeker zo'n balletje. Dat hebben wij allemaal goed gekeken. We gaan weer terug. We kunnen trouwens op 2 manieren erboven komen. We kunnen ook via dit paaltje. Zo, nu zijn we ook boven. We gaan kijken, uitkijken, want die gast gaat ons pakken. In 3, 2, 1, nu! Jump, 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 jump. Yes, gehaald. En wegwezen hier, wegwezen, kom op. We hebben de missie ook gelijk gehaald. Yeah! 150, ze hebben ons gelijk ingehaald, die rode gasten, die stinkapen. Dirk,
Hickory zijn verdwenen. Denk je dat de TU angsten heeft? Misschien moet je met een van onze undercover studenten praten. Hij gaat wel op onderzoek met je uit. We gaan met de undercover studenten praten, inderdaad. Die zijn hier gewoon heel erg onopgevallen. Zijn ze hier bezig om meer informatie te vinden van TU angst. Nou, ik vind het best. Mij maakt het niet uit. Maar ik ga gewoon ook even met ze praten. Hallo. Goed nieuws. Er is goed een TU-student in de buurt die weet waar Terry en Terry worden vastgehouden. Er is één maar. Hij is heel snel, dus sluip op hem af en laat hem schrikken voor hij ontsnapt. Dan is hij lang genoeg in de war om een paar vragen te beantwoorden. Oké, dat is prima. Zorg we moeten dus iemand gaan sluipen. Anders is het afgelopen. Nee, inderdaad. Ze mogen hem ook niet zien en daar loopt hij. Hoe komen we daar? Door. Ik ga gewoon even naar de overkant zo. En ik doe alsof ik hier gewoon loop langs het vijvertje. Oh, hij ziet wat. Hij doet iets daar. Hij loopt naar de andere kant. Ik ga heel langzaam op hem af. En dan ga ik sluipen. We gaan in 3, 2, 1. Nu! Yeah! Oh, goed gedaan! Dat ging goed. Nu kun je onze onwetende informant tackelen. Mooi zo. Nou, die missie hebben we gehaald. We hebben een beloning gekregen van punten. Ik denk ook dat we met die munten ook weer wat nieuwe dingen kunnen kopen. Dus ik ga even naar de speelgoedmiswinkel. En dan gaan we eens kijken wat kunnen we aanschaffen, mensen. We kunnen namelijk de prachtige, als ik het hier ziet, de beestachtige fiets kopen. We kunnen ook even wachten op een paintballgeweer. Dat ziet er ook wel heel netjes uit. We kunnen beter sparen voor het paintballgeweer, denk ik. Ja, dat gaan we maar even doen. Ik ga met een van de twee praten. We doen maar weer met de linkse, want die hadden we net ook een missie van. Hallo, meneer. Ik heb een student gevonden die weet wat Terry en Terry zijn. Laat hem schrikken, zodat hij vertelt wat hij weet. Oké, prima. We gaan weer iemand laten schrikken. Die gast is heel moeilijk te besluiten. Want Terry is... Oké, die gast is moeilijk te besluiten, hoor ik. Ja, dat wil ik nog wel eens zien, want ik weet niet... Sully is wel een van de meest angstaanjagende monsters. Natuurlijk is Mike ook wel een hele angstaanjagende monster. Maar Sully had altijd weer een beetje opschepperig van... Ja, ik win toch altijd wel. En toen werden ze vriendjes, hè, in Monsters Universiteit. Dat verhaal speelt zich af voor Monsters & Co. natuurlijk, hè? Dat weet je allemaal. Huppakee. Dus dat is het. Nou, dat was hem. Terry en Terry vast op onze campus. Wat geniepig. Oh. Randy zegt inderdaad. Waar ze onze vrienden vasthouden. Kom maar terug naar MU, zodat we een reddingsplan kunnen bedenken. Nooit gedacht dat ik zoiets nog eens zou kunnen zeggen. Oké, een reddingsplan. Er moet een reddingsplan worden gestart, omdat dus... Terry en die andere gozer zitten dus opgesloten bij ons op de MU, op de universiteit. Dat is goed dat we het weten, want dan ga ik even teruglopen. Want dan gaan we via deze buis, een soort riool idee is het, hè? Ik weet nog steeds niet wat dat precies is, maar ik denk een soort riool. Gaan we dus naar ons MU, onze universiteit, onze eigen. En dan gaan we kijken of we een reddingsplan kunnen samenstellen om onze grote twee vrienden terug te halen. Want die zitten gevangen op onze universiteit. Ik ga snel hier grinden met Sully. We gaan verder. En we gaan door deze riolering. Misschien leuk om te weten, ik heb net een pizza besteld op thuisbezorgd.nl. Ja, voordat ik de aflevering opneem, dacht ik van, nou, ik heb trek in een pizza. We gaan dus even lekker pizzaatje eten. Kijk eens even. Oef. Sinds Terry en Terry zijn verdwenen, hebben we een paar TU-angststudenten op de campus zien rondrennen, alsof ze heel wat waren. Maar Tom weet hoe je ze te pakken kunt nemen om ze te ondervragen. Ga maar naar Dom, dan vertelt hij je alles. Oké, dat is niet wat er stond met de tekst. Maar Dom moet wel een plannetje horen. Want er zitten dus heel wat vervelende TU-angststudenten op ons terrein. Die eigenlijk helemaal niet hier horen te zijn. Of mogen komen. Nou, ze mogen hier wel komen, maar het liefst ook weer niet. Want ze komen alleen maar katten kwijt uithalen. Dus we gaan hier even kijken. We gaan even zoeken naar die vent. En waar zit hij dan ergens? Daar zit hij. Die oude man Dom. Hij heet Dom dus. Oh jee, en ik word beschoten hoor. Ik hoor allemaal dingetjes. Ik ga met hem praten. Fijn dat ik kon helpen. Hé, hey, Don zei dat hij met je moet praten. Ga voor een spetterend schietfestijn met het paintballgeweer. Maak indruk op je vrienden met filijnen verftreffers. Nu in de speelgoedwinkel. Oh, donzig. We hebben een paintballgeweer, is nieuw. Dat is mooi, dat zei ik, hè, dat ik die heel graag wou kopen. Dus die gaan we maar ook gelijk kopen. Dan repareer de fontein. Welke fontein? Is die kapot? Oh, hij is kapot. Holy crap, hoe moet ik dat repareren dan? We gaan eerst naar de speelgoedwinkel. En dan gaan we dus het paintballgeweer kopen. Waar zit de paintball? Is dit de paintballgeweer? 800 punten. Huppakee. Dat is niet zoveel. Dus ik denk dat we nu ook wel met de speelgoedwinkel kunnen ook op zich wel de fiets kopen. Ik vind het goed. Zo. En dan gaan we gelijk de fontein repareren. Maar hoe we dat doen, weet ik niet. Ze schieten ook op me.
Hoe kunnen we dit repareren in vredesnaam? Met de bril? Nee, ik zou het even niet durven zeggen hoe we dit moeten doen. Maar dat, hopelijk krijgen we er dadelijk wel meer hints over. We openen onze kist en daar zit in dit paintballgeweer. En daar gaan we die gasten eens even mee schieten. Hier, ga maar dood jij. Nou, dood niet, maar... Yeah! Je bent verslagen, jochie. Opzouten hier van campus. Opzouten van campus. Ja, jij daar. Kijk nou, joh. Ik denk dat ik even de bril gaat installeren. En dan even gaat wegjagen. Oh, gee. Zo, joh. Huppakee. Kunnen we ze niet verslaan? Ik denk niet dat we ze kunnen verslaan. Nee, dit gaat niet. Oké, dat is jammer. Want hij is best wel vervelend als ze me slaan, zoals je ziet. Hoe komen we daarboven? Oh, via dat ding. Maar ja, die gasten moeten even uit de weg. Opzouten jij. Weg. Niet verslaan. Nee. Oh, nee, 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 nee. Opzouten jij. Nee, weg. Ik wil klimmen, ik wil klimmen. Laat me klimmen, alsjeblieft. Sully. Eén van de twee kaarten. Drie van de nog wat kaarten. En daarboven kunnen we ook komen. Ze zitten allemaal op het dak hier. Oh, grappig. Nog een kaart. Oh, daarvoor moesten we hier naar boven. Oh, vorige keer konden we er ook heen. Zo. En we hebben alle kaarten voltooid. 190 van de 285. We gaan lekker. Het gaat echt lekker al. We hebben nieuwe missies geunlocked. Maar uitkijken voor die pesterijen. Hier zo, praten. Hey, hallo mijn waarde medestudent. Ben je geïnteresseerd in de schildtunnel paintballwedstrijd? Die is nu in de schildtunnels aan de gang. En je kunt er heel veel schrikweekpuntjes mee vinden. Oh, je kan dus winnen. Ik vind het helemaal goed. Ik vind het mooi. We gaan eens kijken. Oh, die gasten doen me ook pijn. Ik moet echt uitkijken. Ik weet ook niet hoe ik die gasten, zeg maar, versla. Dus ik loop er maar gewoon omheen. En daar zien we een poort en daar ben ik eigenlijk nog nooit geweest. Dus ik ben heel benieuwd wat daar achter zit. Ik weet wel dat ik dit met de paintball gun moet kapot gaan maken. Ik kan gelijk even wat blauwe muntjes. Ik weet niet hoe ver. Oh, we zijn nog niet eens dichtbij de level 7. Hier moet je de paintball arena. Dit is de ingang. Prima. We gaan dat eens even bepaintballen. Niet met deze. We moeten de andere gun hebben. Dus we gaan even kijken hoe we die tevoorschijn kunnen halen. Even kijken. Wat hebben wij allemaal? We hebben de wc-papierwerper en de paintball gun. Die gaan we dus vervangen met de wc-rolschieter. En die pakken wij en dan schieten wij, als het goed is, met de paintballs op die doelen. Kan het niet? Oh, ik dacht dat het wel kon als je daarop schoot. Wat zegt die gozer dan? Ik heb er niet meer geluisterd. Hier moet je zijn met de paintball arena. Dit is de ingang, maar we hebben nog niet genoeg schreeuwenergie om een poort gelijk open te houden. Zodra je vrienden weer op de camper zijn, wordt het lampje op het bedieningspaneel groen en kun je gaan. Moet je brullen? Oh, we kunnen al gaan. Oh, sorry. Ik dacht dat het... Oké, prima. We komen nu in een nieuw gebied. Ik ben hier nog niet geweest. Dus dat is voor mij ook heel spannend. Je kan hier wel lekker grinden. Kleine stukjes. En we gaan door deze riolering. En we komen uit op een arena. Dit is de paintball arena, denk ik dan. Ik ben benieuwd wat het is. Het is een soort minigame, denk ik. We hebben in ieder geval een missie voltooid. Een verftunnel. Dit is de verftunnel. En er zijn wat mensen. Hallo. Kunnen we jullie gaan schieten? Zullen jullie ze gaan schieten? Oh, blauw. Ze worden ook echt blauw. Zie je het? Leuk. Daar is een missie. We komen in een soort van, ik weet het niet, een school of zo. Hallo. Jij ziet er best door uit. Daar ben jij en speel voor de Monsters University in een paintballwedstrijd. Zorg dat we trots op je zijn. Goed, oké. Paintballgeweer afvuren. Daar gaan we. Oh, dit is wel heel gaaf. Dit is wel leuk gedaan. Oeh, dat zijn de gasten van TU Angst. We gaan die eens even keihard uitschakelen. Ik hoop dat jullie daarmee eens zijn. Yeah! Ik moet me schuilen achter die dingen, ik weet het. Ja, schieten! Ik moet iets dichterbij komen, denk ik. Huppakee. Oh, ze schieten mij ook. Oh, chaps. Yeah! Ja, die zijn dood. Nou, dood niet, maar... Die zijn, zeg maar, aangevallen. Yes! Het is gelukt. Dat geeft ons weer extra punten. Paintballen. Nou, dat ging lekker. En we kunnen nog meer wedstrijden doen, zie ik.
Zullen we dat maar eens gaan doen? Zo het eens proberen, want ik denk dat het wel pittig wordt. Maar ik denk dat het wel een gevechtsuitdaging. We gaan het doen. We gaan beginnen met makkelijk. Dit is je doel. 4. Let op de klok. Dit is je doel, let op de klok. Bedankt voor dit seintje. Komen de monsters? Ja, er komen monsters. Maar dit wordt best wel pittig, denk ik hoor. Want je moet ze natuurlijk op een bepaalde tijd moet ze vernietigen of stoppen. En hun schieten jou natuurlijk ook alleen maar, hè? Zo. Die is kapot. En ik word ook beschoten, dus ik moet uitkijken dat ze mij niet neerknallen. Zo ja, geweldig! Je bent erbij. Zo. En nog eentje? Waar zit die andere dan? Zit die? Oh, die zit daar. En dit is makkelijk, kun je nagaan, hè? Dat is best wel pittig hoor. Geweldig! Huppakee. Yeah. Nou, we hebben muntjes voor gekregen. Het is je gelukt! Ja, ik wil die andere nog wel proberen op zich. Het zal wel. Pittig worden. Ik bedoel, dit was ook al best wel aardig. Uitdaging gestart. Dus we gaan de normale proberen. Uitdaging gestart. Kom maar op. 8 mannetjes in 1 minuut. Och. Pittig. Het is gewoon een dubbel al, hè? Ik denk dat je ze op ze af moet rennen. En dat je ze dan selecteren of zo. En dan... Oh! Zo, geweldig. Die is ook neer. Waar zit hij? Oh, daar. Helemaal in de hoek. Komt, maar die zal zich verdedigen natuurlijk. Oh, jongens, kom. Een paar seconden. Kom op. Oh, 4. Yes. Nou, ik ga die moeilijke niet eens proberen. Ik weet dat het sowieso niet gaat lukken. Geweldig. Maar we hebben in ieder geval deze wel gehaald. En dat vind ik voor mij is dat voldoende. Maar eens kijken wat we hier nog meer kunnen doen. Want volgens mij kunnen we nog dingetjes verkennen hier. Hier zijn heel veel spulletjes. Een rood bolletje. Staat een loensende kampioen of zo? Oké. En wat zijn dit? Kunnen we erop mikken? Die doelen? Even kijken wat er gebeurt als je op die dingen doelt. Nou, er gebeurt niet veel. Kunnen we daar ook naartoe? Nee. Dat is helemaal afgesloten. Kunnen we daarin? Nee. Dat is waarschijnlijk het strijdveld waar we naartoe kunnen. En daar heb je dan nog iets. Ik weet niet of we daar doorheen kunnen. Ik denk het zelf niet. En ik zou het niet eens willen, want daar zitten gasten. De vijand zit daar eigenlijk. Dus nou, hier wordt in ieder geval vrij gespeeld. We gaan terug naar de andere kant. Ik ga hem nog even blauw maken hoor, die mannetjes. Huppakee. Jij ook. Zo. Ziet er gewoon grappig uit. Maar jullie is ook heel dik, zie je het? Ik snap het niet. Soms wordt hij heel dik en soms wordt hij heel dun. Maar dan gaan we hierop en dan valt hij af. Zie je het? Dan is hij gelijk weer dun. Ja, ik snap ook niet precies hoe dat komt. En die muziek is zo heerlijk, hè? In het spel. Roy had ook gekeken met mij. Dit spel. En toen... Ja, het was zo heerlijk, die muziek ook. Die hoort gewoon echt bij echt een Disney liedje ook, vind ik. Ik maak deze ook kapot. Hier zijn we nog niet geweest. Dus ik denk dat... Dit is ook weer een nieuw stukje van het grote level. Je kan daar nog heen zien. Een grote poort. Er zijn ook weer dingetjes en missies en vlaggetjes zie ik daar. Maar daar kunnen we nog niet heen. Want we moeten nog vrij spelen. Het is echt heel erg groot. Het is echt huge. En ik maak dat ding gelijk kapot. Zo. Ik ben ook helemaal oranje. Er is dus een verfbom ontploft of iets. Nou, ik vind het allemaal goed. We kunnen daar eens binnen kijken. Wat is daar binnenin? Een grote hal of zo? Een rood... van zo'n bolletje. Ik weet nog steeds de naam niet. Ik noem het gewoon een bolletje. Een rood bolletje. Een MU-petje hebben we vrijgespeeld. Nou, dat ziet er leuk uit als we een MU-petje op ons hoofd kunnen zetten. En misschien kunnen we ook personages aankleden. Dat is volgens mij de bedoeling van alles. We gaan eens even kijken, want ik wil die mannetjes hier weg hebben op campus. Dus ik ga met Don praten. Hallo Don. Ik zeg het je. Die gasten van de angstenuur kunnen niks tegen die oude Don Carlton beginnen. In mijn tijd wist ik wel hoe ik een goede poets moest bakken. Ja, ze noemden me zelfs Carlton de Grapper. En ik weet toevallig dat de winkel onlangs een verse lading grapskul binnen heeft gekregen. Als ik jou was, zou ik er een gaan kopen met je vers verdiende geld van de angstweek. En je vrienden die zo van oranje houden verrassen. Prima. Applaus voor deze handige handenklapper. Perfect voor een klopje op schouders, hoofden of in gezichten. High five! Pledge! Oké. Nou, dat is prima. We gaan dus... We hebben een nieuw item. En dat item gaan we dus gebruiken om die gasten weg te jagen. Kijk, die gasten die mij nu... Oh, die mij vernietigen! Ga nou eens weg! Ik word gek van die achterlijke rasaap. Ik word achter elkaar aangevallen. Echt heel irritant, die gasten.
Nou goed, we gaan lopen er maar even doorheen. Ik verlies ook echt veel munten van die gast. Hopelijk kunnen we dan wat anders kiezen. We kunnen nog steeds niks anders selecteren. Voor mij moeten we het kopen eerst in de winkel. Laten we eens naartoe gaan hier. Bij de speelgoedwinkel. Missies en speelgoed. Speelgoedwinkel. Wat kunnen wij kopen? Ja, hier moeten we hem kopen. 250 Top. Punten. Nu moet je het ergens plaatsen waar je gegarandeerd die gasten van de angst en u de stuip op het lijf jaagt. Ik heb gezien mijn... Nou, wat denk je van hier? Oh, weer die gast! Ga dan eens weg! Nu heeft hij hem kapot gemaakt. Deze keer selecteren we. Zo. Nu ga ik wegdaan, want ik verlies echt al mijn munten door die gasten. Het is echt verschrikkelijk. Versieren. Dan doen we die ook daar plaatsen. Zo. Oh, ik word zelf erdoor geschopt. Ja. En die moeten we doen. Zo. Hoppakee. Plaats het voorwerp en wacht tot het echt lollig wordt. Zo, die gasten zijn weg. Ik hoop dat ze ook niet meer terugkomen. Er zijn nog wel een paar hier, hoor. U is de beste. Yo, gast! Kijk, ik wil nog zo eentje. Nou, zoals je ziet ben ik dus nu verder gekomen. En we gaan nu naar een nieuw gebied. En daar ben ik gisteren eigenlijk... daar heb ik geëindigd gisteren. Dus ik ben benieuwd. We gaan eens kijken. We gaan door deze deur heen. En dan gaan we daar naar links. Want er zijn echt heel veel poorten. We kunnen echt heel veel mogelijkheden doen met Monster University. En ik denk dat we gaan afsluiten. En dat we volgende keer gaan kijken in de volgende aflevering hoe we verder gaan met dit deel. Dus het wordt zeker spannend. Zeker abonneren. Blijf kijken naar de volgende aflevering. En ik zie je volgende keer. Doei!